Mooi Leppen! Zo heb ik al die dag. Het is niet een moeilijke tekst. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer als stille riem staan. Zit er een keer? Niks is slimmer als stille riem staan. Dan gaan we twee. Goedemiddag, het is 10 minuten over half 6. Zometeen de ontknoping van de vierde dag van de trektocht. Het team komt daar zometeen aan in Meppen. Maar eerst gaan. De boeren Het was zesde broek. Ripkort. Ja. Ja, dat zeggen we ook wel. Nou, en de boerenkiel in ieder geval. Ja, en de zeel, hè? Hulpzeel. Hulpzeel, ja. En een mooie pet op. Ja, ja. En kloppen, man. Ja, maar daar moest ik voor doen, omdat we toch iets oud hebben laten zien waar we jullie mee op gingen halen. En dat is een melkslee. Nou, veel mensen hebben daar nooit van gehoord. Dus vertel, wat is nou precies een melkslee? Want nou, de kinders hebben net een beetje verteld, maar... Ja, nou, hij komt eigenlijk uit Schees. Daar is hij gevonden ergens en hij is in het Frenshoes terechtgekomen. Als schevertje. Nou, toen hebben we het zeggen, nou, de brandweerwagens die zijn bij jullie al heel lang langs geweest. Ja. Laten we eens proberen weer wat iets bijzonders te doen. Nou, en dat was die melkslee. We hebben wel mobiel moeten maken, want aan de school, nou, de sneeuw is er nog niet vandaag. Dus we moesten wat wieltjes storen maken. Deze vier regio van de trektocht. Die kan deze een reuze zeskamp met allemaal springkussens en dat soort dingen. Maar dan moeten ze wel de snelste tijd hebben van alle teams die meedoen. En we begonnen maandag toch, heb ik gezegd, jongen, ik dacht bij mezelf, dat kan helemaal niet zo snel. Nee, nou, we begonnen maandag in Veenhoek naar Amsterdam en die lui die zetten de tiet neer van dik 36 seconden. Ik dacht eerst dat de jongens de tiet waarnemers de stoppen. Ja, zo hoor! Muppen, moeders aan, dat ze hebben het wel nodig hoor. Dat is een hele snelle tijd. En die dames gaan onder het net door, over de berg heen, door de tunnel en dan weer onder het net door. Moet ze het wel overgeven aan een verdere speler, aan een tweede speler. En dan is Wepper Dennen volgens mij al wel vooraan hoor. Wepper Dennen is al bij de helft en daar komt pas Pieter Steen aan. Die om die berg heen moet, over die berg heen, door het gat heen, sprint naar de andere kant en dan weer overgeven. Voor de laatste speler, de laatste van de drie, die dan naar Wemmer moet met de bal. Die de bal gooien om mee af. De bal zit erin en de bal wordt teruggedaan door Robin. Oh, de Wepper Dennen gaan winnen. 3-2, wat blijf je nou? Het duurt en het duurt en het duurt. En Wouter die weet niet meer wat hij met die bal moet. Hij wordt hem. Vrienden, horizon. Ze hebben een auto, ze hebben een huis. Een koppelwagen, een keer het kus. Denk heel en morgen, dat is de nieuw. Een hypotheek is er niet veel, maar in het weekend, dan zit ze door. Geen hand niks zit, ik heb niet meer geloof. Ze vriet geen appel, ze vriet geen brood. Ze wil alleen een motorboot, komt u. En ik wil er bepraten, maar ik ga het beter laten. Ze wil een motorboot. Een haventje, lang om en weg. Een vriegezel, Jan van de Kloos. Nee, Jan dan net, in motorboot een Guus weer. Ze is er en gezwommen en nooit meer teruggekomen. Zie je een motorboot. Zie je een motorboot. Over water, in de sloot, met een motorboot.
dat van de Spitfires, ze willen motorboot. Nou, dan heeft ze mee een comfort metgegeven. Een envelop. Een comfort? Ja, een envelop. Een comfort. Dat is... Comfort, dat is de prijs van een envelop. Oh, sorry. Oh, oké. Okay. Oh ja, niet nog dingen te kijken. Dat is natuurlijk. Ik moet nog wat meer. Ja, dat is het zo. Ja. Ik ga maar oefenen, ik neem een boekje mee. Nou, door ik een kladdigie in zitten. Een kladdigie, dat ken ik wel, ja. Die heet niet in de buzen. Oh, ratatatatatata, daar komt ie uit. Komt ie met? Daar komt ie uit. Dat was die toch op. Oh. Met elkaar, we zijn een klein dorp, maar we hebben grote dingen daar. 541 euro. Oké, zullen we beginnen? Wat gaan we doen? En we eindigen, zoals we altijd eindigen, bij de aankomstplaats, met een trektochtlied. Van Daniel Loos, laat mij maar lopen! Ja! Kokkie! Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Zoals jouw doel, zo heb ik al gedaan. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer, als stille wind staan. Niks is slimmer, als stille wind staan. En deze uitzending voor de televisie kunt u morgenavond zien op RTV Drenthe vanaf ongeveer 6:30, 6:40. Graag bedankt en tot morgen.